zitten hier in de woonkamer van de familie Van der Pas. We zijn de boerderij ingevlucht vanwege het slechte weer. We wilden eigenlijk eerst het gesprek houden voor het Mariakapelletje. Maar het slechte weer, zeg ik al, heeft ons naar binnen gejaagd. Ad, je hebt een paar dagen je buurvrouw Maria met haar kind en het huis, het kapelletje, te logeren gehad. Waarom moest dat? Nou, dat kapelletje, dus door de jaren, is daar scheef gaan zakken. Eigenlijk, ik denk dit jaar, 71ste jaar, is dat het gezet is, 1930. En ik denk dat de helft van die jaren wel schuin gestaan heeft. Het heeft eigenlijk altijd min of meer scheef gehangen. Ja, het begin jaren misschien niet, maar zover als ik weet, heeft het altijd wel wat schuin gestaan. Ja. En hoe kwam dat? Nou, dat kwam waarschijnlijk omdat er een brandkuil achter dat kapelletje lag. En wat is dan een brandkuil? Nou, voordat er dus waterleiding was in Heukelom, moest er bij branden water in de buurt zijn. En daarvoor werd zo'n kuil gegraven. Die is naar de rand in de jaren 50 is die gedempt toen wij waterleiding kregen. Je hebt hier gewoond vanaf je geboorte. Ja. Dus Maria en jij zijn al heel lang buren. Ja. Maria en wij hebben ook nog nooit ruzie gehad. Dus, nooit ruzie gehad? Nee, nee. Kijk eens aan, goede buren. Goede buren. Het geld voor dat kapelletje, door wie is dat bijeengebracht in de tijd? Door de buren vooral. Het is op initiatief van burgemeester Panes. Die in de burgemeester van Berkel-Enschot. De toenmalige burgemeester van Berkel-Enschot is er het mede-initiatief genomen, ook vanuit de buren wel. Waarom moest er eigenlijk een kapelletje komen? Nou, Heukelom had eigenlijk wat dat betreft niks. Geen samenkomst om te bidden of geen centraal punt. En daardoor is dat kapelletje eigenlijk toegesticht. Is er in de loop van de tijd veel gebeden en gezongen bij dat kapelletje? Jazeker. Ik herinner me eigenlijk ook nog dat er in de meimaand een rozenoetje gebid werd. En dan waren er altijd vanuit de buurt een paar vrouwen meestal die voorbidden. En ik herinner me eigenlijk nog uit die tijd dat ik het liefst dan had dat Anna van Es voorbidden, want die kon wel vlug. Oh, die kon wel vlug, ja. En dan was er een keer afgelopen. Die deed het eerste stuk van de Wees Gegroet heel snel. En ja, ja. En dan schoot het lekker op. Kon het in een paar minuten. Ja, ja. Ja, ja. Zijn er ook wonderen gebeurd bij het kapelletje? Ja, dat ik me eigen herinner en ik vond dat toch eigenlijk wel een wonder. Dat was met de bevrijding. Toen is er hier in Heukelom enorm veel granaatinslagen zijn er geweest. Oktober 44. Oktober 44, ja. En toen was het, stonden rond het kapelletje stonden een hoop populieren. Uh-huh. Ik kan me eigenlijk niet herinneren hoeveel, maar die waren in ieder geval allemaal, waren die toppen eruit en die lagen her en der langs het kapelletje. Maar in het kapelletje, daar was nog geen lijken dan kapot. En waar Maria naartoe keek, dus recht voor die boerderij van de familie Pijnenburg in de tijd, die lag vooraan helemaal in de puin. Dat was, was niks als een ruïne. Dat kapelletje waar jij nu naast zit, wie heeft dit kapelletje gebouwd? Dit kapelletje is door twee jongens uit de buurt vroeger gebouwd. Het is ook exact nagemaakt, want ik heb het zelf altijd heel knap gevonden dat ze zelf de beeld hebben kunnen vinden. Uh-huh. En dit kapelletje werd op bedevaart meegenomen naar Kevelaar. Naar Kevelaar? Ja, daar werd in een processie, er was een baar bij, en er werd in een processie meegedragen. Onze Lieve Vrouw van Heukelom, zoals Onze Lieve Vrouw dan ook heette, werd ook wel eens Onze Lieve Vrouw van de Ganzenpoel genoemd. Onze Lieve Vrouw van de Ganzenpoel? Ja, die brandkuil, die heette Ganzenpoel. Ik denk de heks van de Ganzenpoel maar Onze Lieve Vrouw van de Ganzenpoel. Onze Lieve Vrouw van de Ganzenpoel, ja. Maar die Ganzenpoel, dat was die brandkuil dus. En daar heet tegenover, dat heb ik mijn vader gehoord vertellen, ook een koffiehuis of café gestaan met de naam de Ganzenpoel. Mm-hmm. Ja. Dat was een beetje het centrale punt. Hier was ook nog een bar bij. Een bar? Daar werd dat kapelletje nou zo door vier draadjes gedragen. Ja. Ja. Die bar die hebben we nadien, toen het kapelletje eigenlijk toch niet meer mee hoefde en ergens bij ons in de schuur stond. Die bar hebben we toen nog vele jaren gebruikt bij de voetbalclub. Als er een speler zijn laatste wedstrijd speelde, dan werd die met de draagbaar van het veld afgehaald. Maar ja, toen hebben we een kindje een wat zwaarwichtige man van het veld af moeten dragen. En toen ik het de baar het begeven. Het kapelletje hier langs de weg staat nu weer op zijn plaats.
Het heeft even op jouw terrein gestaan. Ga je het missen? Ja, ik vond het toch wel leuk. Het was op mijn grond van. Ik zal ze missen, denk ik.